In Nederland is ongeveer 40% van alle uitstoot van broeikasgassen komt van de industrie. Dus dat is een belangrijke speler om te vergroenen. En ik weet dat de industrie dat ook kan en ook wil, maar ze willen natuurlijk niet onderweg omvallen. Ja, de industrie is al een tijdje bezig met het ontwikkelen van allerlei concepten om de transitie te maken van fossiele grondstoffen naar biobased grondstoffen. De implementatie daarvan gaat tot nu toe nog niet zo heel erg snel. En maar dat heeft ook met kosten te maken en vraag vanuit de maatschappij. En ik denk de bewustwording van de maatschappij dat er echt iets moet veranderen. En de bereidheid om daar ook gewoon zelf als maatschappij stap in te zetten. Ik denk dat dat tot een versnelling zal leiden. Ja, ik denk dat het heel erg nodig is om uit te leggen vanuit de industrie dat je dus ook producten kunt maken zonder fossiele brand- en grondstoffen, maar bijvoorbeeld met waterstof of door samen te werken, dat de afval van de een de grondstof is van de ander. Dus dat het wel degelijk mogelijk is dat ook grote industrie, zoals de chemische industrie, staalindustrie, uitstootloos gaat werken op termijn en dat we zo'n handje moeten helpen om dat mogelijk te maken. Samen met het feit dat men ook bewust is dat er iets op het gebied van plastic moet gebeuren, dat plastic inzamelingen beter moet en meer moet en dat er allerlei technieken worden ontwikkeld ook om met dat plastic iets te gaan doen, dan wordt dat ook nog weer een nieuwe grondstof. Dus ik denk dat de transitie dus naar biobased en circulaire grondstoffen in de komende periode wel zal versnellen.